En wat we vandaag doen is kijken welke van deze kwaliteitsvolle hengsten zich het beste presenteert. En als u vorig jaar hebt meegekeken, dan weet u dat het uiteindelijk pas in de laatste ronde beslist kan worden. Voor nu deze rubriek op kop geplaatst, Johannes 484. Johannes in een uitstekende conditie met een super bespiering gepresenteerd. Hele mooie voorhand, veel rasuitstraling, straalt nog veel jeugd uit. En Johannes stapte vlijtig en liet in draf. Eigenlijk kwam hij direct in balans, een heel goed ritme. En hij had veel tijd om zijn voorbeen mooi uit te leggen. Vandaar deze eerste plek voor Johannes.